Goedemiddag, dames en heren, mede 1MP'ers. Mijn excuus is dat ik niet in vivo aanwezig kan zijn. De techniek is nog niet zo ver gevorderd dat ik op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Alhoewel, ik recentelijk een optreden zag van Michael Jackson, wat recentelijk plaatsvond, terwijl hij toch alweer enkele jaren geleden is overleden. Maar in ieder geval heeft die techniek mij op dit moment nog niet kunnen helpen. De reden dat ik vandaag over de toekomst van de GGZ spreek, is waarschijnlijk gelegen in het feit dat ik in het voorjaar dit boek heb gepubliceerd. Over iedereen een psychische aandoening, vraagteken, bij uitgeverij De Tijdstroom. In visie op 35 jaar ambulante GGZ. En voor vandaag is me dan gevraagd te spreken over de toekomst van de GGZ. En dat is natuurlijk erg ingewikkeld. Ik heb wel wat over het verleden geschreven en zet wat lijnen uit naar de toekomst. Maar wij zijn natuurlijk niet zo goed in staat om echt de toekomst te voorspellen. De futurologie is kent een wankele basis. En ook rondom de GGZ en ook de toekomst voor 1MP is natuurlijk iets waar we alleen maar uiterst voorzichtig over kunnen spreken. Ook zijn psychologen en psychotherapeuten in de regel niet goed in staat om te voorspellen hoe het met een cliënt van hen in de toekomst zal gaan. Ook recidieven voorspellen kunnen we niet goed. En we weten wel dat dat kan helpen, maar om dat echt daar harde uitspraken over te doen is natuurlijk ons object van wetenschappelijke studie, psychische processen en patronen, is ingewikkeld en misschien moeten we dat ook helemaal niet willen. Maar goed, kijken we even terug naar het verleden, en dat heb ik ook in mijn boek nader uitgewerkt, dan zie je in de ontwikkeling van de GGZ een aantal interessante processen lopen. Ik noem dat in mijn boek het GGZ, discours. Daar heeft zich een discours ontwikkeld in de geestelijke gezondheidszorg, met name in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. En dat noem ik een onbewust verlopend, bijna automatisch proces, waarin van alles is gebeurd. En wat tot nu toe tot bepaalde resultaten heeft geleid, maar waar eigenlijk geen goede sturing in bestaat. Zo denk ik dat het wegvallen bijvoorbeeld van de zuilen in de jaren 60, het wegvallen van religies en allerlei ideologieën die mensen vanuit de cultuur helpen bij hun gedrag, te maken heeft met het feit dat mensen in de vrijheid die ze zijn gaan ervaren meer behoefte hebben gekregen aan hulp, aan psychische zorg. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat het stressniveau in onze samenleving is toegenomen. En evolutionair gezien zijn de hersenen niet zo bij de tijd en niet zo snel, dat is net een schildpad natuurlijk, die zijn niet zo snel dat ze patronen kunnen ontwikkelen waardoor ook weer psychische mogelijkheden verruimd worden om die stress op te vangen. En dan zie je dat mensen rondom hun stress die ze meemaken en al die verschillende rollen die ze moeten innemen in de samenleving, een werk, een rol in het gezin, een rol als partner, een rol in hun vrije tijdsbeoefening. Dus dat ze op al die niveaus eigenlijk moeten acteren. En het woord top komt heel vaak doorzetten, zeker ook door de overheid. Alles moet op een topniveau plaatsvinden. En dan krijg je dat het prestatiemotief van mensen sterk is. En dan krijgen ze last van de scheurtjes en de kleine of minder kleine en wat grotere problemen die er zich in hun gedrag en beleving voor gaan doen. Hè. Dus de basjes die in het ego zitten worden natuurlijk zichtbaarder onder veel stress. En dan zie je dat mensen hulp vragen, zodanig zelfs dat eigen onderzoek van ons heeft aangetoond dat de laatste 20 jaar de hulpvraag 3 keer over de kop is gegaan. Dat spoort met wat de Trimbos ook heeft aangetoond. En tegelijkertijd als je kijkt naar het voorkomen van psychische stoornissen, weliswaar in DSM-termen gedefinieerd, dan zijn die niet echt toegenomen. Die zijn volgens ons onderzoek zelfs eerder iets afgenomen. Maar die hulpvraag is indrukwekkend. En die hulpvraag maakt onderdeel uit van dat GGZ-discours en daarbinnen vindt een proces plaats waar we denk ik weinig grip op hebben en wat eigenlijk gebaat zou zijn bij een soort grondslagendebat en een grondslagenonderzoek. Om maar eens wat te noemen,
even los van het DSM-verhaal, wat toch tamelijk aan de oppervlakte zich bevindt. Dus wat is eigenlijk een psychische stoornis? Wat is een echte psychische stoornis? En wanneer noemen we dat een ziekte? Hè? Ziek ben je eigenlijk, hè, dat komt van de infectieziektes vandaan. En dan ben je echt, als je zo'n beetje het bed moet houden. Dat kan natuurlijk ook door psychische determinanten. Maar een ziekte is natuurlijk iets wat behandeld moet worden. Soms in een ziekenhuis of soms thuis. Toenemend thuis. Maar wat een psychische stoornis is, dat veronderstelt eigenlijk dat we ook weten wat normaliteit is. Alleen in de klinische psychologie in ieder geval, en ook in de psychiatrie, maar die zijn daar minder voor, weten we natuurlijk eigenlijk niet zo goed wat normale psychische processen en patronen zijn, en dus wanneer het een afwijking is. Dat debat zie je natuurlijk heel leuk nu binnen het autisme spectrum. Hè. Is dat gewoon een neurologische variant, of moet je dat een stoornis noemen? En daarin heeft de samenleving en de betekenisgeving in de samenleving, onze cultuur heeft daar natuurlijk grote invloed op. Dat debat, dat grondslagendebat over wanneer er dus eigenlijk verzekerde zorg noodzakelijk is en wanneer het dus gaat over stoornissen en wanneer het gaat over mensen die ziek zijn. Dus dat zal in feite gevoerd moeten worden en in feite denk ik dat daar de grondslag moet liggen om de geestelijke gezondheidszorg in Nederland te structureren en ook aan te sturen. En als je dan ziet wat er de afgelopen 35, 40 jaar daarin is gebeurd, dan wordt hij niet daardoor aangestuurd door een goed begrip van wat we onder psychische klachten bestaan, hoe een behandeling eruit zou moeten zien, wanneer wel en wanneer niet, wat dat met ziekte te maken heeft en in hoeverre het gaat om afwijkingen. Dus daar ligt niet het debat. Nu zie je dat die enorme toestroom van mensen naar de GGZ, dat die dan wordt beteugeld op eigenlijk wat oneigenlijke wijze, namelijk dat de zorgverzekeraars ook onze vakliteratuur lezen en dan zeggen van we gaan een aantal aandoeningen uit de DSM niet meer vergoeden of we gaan praten over zorgvraagzwaarte en over stagiering en we kijken of we daar een soort standaard in kunnen ontwikkelen en degenen die daarvan afwijken gaan we dan bekorten. Er worden talloze instrumenten in geïntroduceerd en die moeten het dan doen. In mijn ogen zijn dat pogingen die gedoemd zijn om te mislukken. Het zijn pogingen die de bureaucratie alleen vergroten. En het zijn geen pogingen die getuigen van een echt adequaat begrip van waar het in ons vakgebied en in die GGZ nu eigenlijk over gaat. En dat kunnen we ook niet van zorgverzekeraars of van beleidsmakers verwachten. Ik denk dat wij als professionals daaraan een bijdrage moeten leveren. En in dit boek heb ik daar alleen maar een paar eerste aanzetten voor gegeven. En de bedoeling is dat we daar natuurlijk dat daar veel meer mensen aan dat thema gaan werken en kijken of we daar ordeningen aan kunnen brengen, of we daar een grondslag, een conceptuele basis kunnen maken voor psychische hulpverlening. Bij aandoeningen waarvan we met z'n allen zeggen van daar is die behandeling voor nodig. Nu is dat eigenlijk toch een wat hellend vlak van mensen die ziek zijn door de paniekstoornis die ze hebben en de angstaanvallen die dagelijks optreden. Gewoon tot en met mensen die zeggen van ja, ik wil in mijn persoonlijkheid vooruit, ik voel me wat geremd. Ik moet eigenlijk een groei doormaken, ik zou een ontwikkeling moeten doormaken. En daarbij helpt mij een goed gesprek met een psychotherapeut. En de cruciale vraag is natuurlijk van wanneer valt dit onder verzekerde zorg? En als we het overlaten aan de zorgverzekeraars, dan denk ik niet dat hier op theoretische, wetenschappelijke, empirische gronden adequate beslissingen kunnen worden genomen. Het interessante ook wat je ziet in de zorg is dat met het verdwijnen in de jaren 60 en 70 van de zuilen en van de religies, zie je dat deze psy-sector groter is geworden. En je ziet tegelijkertijd dat de regels en richtlijnen en de opvoedingspraktijken vrijer zijn geworden. Dat temperament van kinderen veel meer ruimte heeft gekregen. Denk aan de ADHD-epidemie, die in mijn ogen toch te maken heeft met het feit dat het temperament niet meer zo werd beteugeld zoals het vroeger gebeurde. En de ouders op conditioneringsniveau achter het kind aanlopen. De ouders meer door het temperamentvolle kind worden geconditioneerd dan omgekeerd. De leerprincipes worden niet gebruikt in de opvoeding. Er is geen pedagogiek. En dan zie je dat verderop in de levensloop medicatie en hulpmiddelen worden ingezet om daar weer iets aan te veranderen en te verbeteren.
Het losser worden van de vroegkindelijke opvoeding, het minder sterk worden van de hechtingspatronen en sterker worden van de narcistische kenmerken, leidt er weer toe dat mensen hun subjectiviteit verder ontplooien. En dan zie je weer dat die subjectiviteit wordt ingeperkt door allemaal protocollen, richtlijnen en regels in hun werk en ook in de vrije tijdsbeoefening. En dat mensen, en ook in de gezondheidszorg, de protocollen en de richtlijnen waarmee wij worden geconfronteerd. En dan worden wij ook in onze werk en vrije tijdsleven worden we weer actoren van een soort protocolpraktijk waar onze subjectiviteit in verdwijnt. En die subjectiviteit die staat eerder in de opvoeding zo centraal. Die ouders zijn zo bewonderend naar hun zich ontplooiend kind, geven dat alle ruimte, vervoeren het op de achterbank van de muziekles naar de zwemles. En dat kind dat krijgt ook het idee van, hey, ik ben eigenlijk geweldig zoals ik al ben. En staat op een manier in het leven die iets meer te maken heeft met de droomwereld dan met de realiteit. En dan zie je jongeren dus, als ze begin 20 zijn en in een baan terechtkomen, al snel een botsing ervaren met wat die realiteit van ze vraagt. En vaak is dat de eerste keer dat die wat ruwe realiteit, die wat norse realiteit, ook echt bij ze doorkomt. En dan wordt er etiketten opgeplakt als chronisch vermoeid en burn-out. En dan komen ze bij ons op het spreekuur. En dan zien we eigenlijk dus wat er in de opvoeding allemaal op een bepaalde manier is verlopen, waar we bijna wat herstel op moeten aanbrengen. En de vraag is dan natuurlijk van, moet je dat allemaal in de GGZ willen oplossen? Of zouden de GGZ-werkers moeten zeggen van, preventie is hier een belangrijk issue. Dus wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat ook binnen de opvoeding, zeker van temperamentsvolle en van kwetsbare kinderen, die meer introvert of meer extravert zijn. Dus wij moeten zorgen dat daarbinnen psychologische principes, zoals de leer, principes en zoals de hechtingstheorie, dat die veel meer bekendheid krijgen, waardoor de basis van emotieregulatie bij mensen, als ze volwassen zijn, er beter uitziet. En dat zou in feite betekenen dat we veel meer accent gaan leggen op preventieve activiteiten, dat er een goede ontwikkelingspsycholoog in het zuigelingenbureau zit, niet alleen maar de huisarts, en dat er zeg maar vroegkindelijk ouders daarbij worden geholpen, eventueel in getraind, etc. En dan hebben we een andere inbreng die mogelijk belangrijk is bij het voorkomen dat mensen op latere leeftijd een bepaalde scheefgroei hebben en daardoor kwetsbaarheden hebben, waar we dan weer psychotherapeutisch mee aan de slag moeten. Allemaal dit soort ideeën ontwikkel ik in dat boek, dus die gaan over de inhoud. Maar het is vooral nodig dat daar, zeg maar, vanuit onze eigen beroepsgroep, daar roep ik jullie voor op om in de toekomst aan deze thema's aandacht te geven en daarmee, zeg maar, de zorg als geheel verder te helpen. Dan nog is het natuurlijk goed om over die toekomst wel een aantal dingen, een aantal verwachtingen uit te spreken, maar misschien zijn die verwachtingen in mijn geval meer wensen. Hè? Mensen drijven op wensen, dat geldt ook voor mij, dus ik heb vooral ook wensen over hoe die GGZ-zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien. En tegelijkertijd weet ik dat die wensen ver afstaan van de realiteit. Maar laten we dat eens even op een rijtje zetten. Wat zou daar fundamenteel in kunnen veranderen? Dan moeten we beginnen met een ander mensbeeld. Hè? Dus in de gezondheidszorg, in de geneeskundige zorg, in de somatiek, daar overheerst het biomedische model. Ook al doet men wel alsof dat anders is en er wordt net gedaan alsof dat holistisch is, biopsychosociaal is. En er wordt vaak gezegd van, nou, huisartsen die werken op twee sporen, vind je niks in de somatiek, dan gaan ze door naar het psychische en het sociale spoor. Dat is vooral in mijn ogen gebakken lucht. Als je kijkt naar de praktijk van die zorg, dan zie je daar een heel ander verloop van de handelingen plaatsvinden. En dan zie je nog steeds dat talloze mensen, zeg maar, die eigenlijk bij ons thuis hadden gehoord, dat die bij de cardioloog lopen, bij de internist lopen, bij de reumatoloog lopen. En dat die jarenlang als een biljartbal via de band van het ziekenhuis worden gespeeld om uiteindelijk teleurgesteld bij ons terecht te komen. En daar hebben we er van die etiketten voor bedacht als lok, smok, zolk. Allemaal etiketten die zeg maar verhullen dat we hier heel slecht over nadenken. En dat de daadwerkelijke psychische processen die daar een rol speelden, die worden niet adequaat meer geïdentificeerd. Komen in het onderzoek ook niet zo goed naar boven. Dus onze gezondheidszorg is georganiseerd rondom medische ziekten en daarop gericht. En dat geldt ook voor de eerste lijnzorg. De huisarts staat daarin centraal en hij of zij zeg maar, beslist wie er verder nog bij die zorg wordt betrokken. Daar gaat het dus fout, hè? In mijn ogen.
Mensen zijn in mijn ogen een product van biologische, psychische en sociaal-culturele processen. Wij kunnen als wetenschappers proberen na te denken over hoe dat menselijk zoogdier eigenlijk tot stand is gekomen. En dat kunnen we nooit helemaal benaderen. Dat reëel object echt leren kennen, daar zitten heel veel barrières tussen. Dus dat is misschien zelfs wel nooit helemaal mogelijk, want we zijn al gebonden aan de taal om het te begrijpen. En als we dan denken in termen van biologische processen, psychische processen en sociaal-culturele processen, zou je kunnen zeggen dat 10.000 jaar geleden, toen de jagers en de verzamelaars sedentair gingen en ze erachter kwamen dat ze ook gewassen konden verbouwen en dat ze de dieren achter een hekje konden zetten, kregen toen overigens ook al die nare ziektes, hè, al die virussen dus die toen van die beesten op ons kwamen, die hebben nog steeds last van, hè, en in het dagelijks leven moeten we nog steeds, zeg maar, bestrijden. Maar goed, ik bedoel, doordat ze die dieren gingen houden en gewassen gingen verbouwen, hoefden ze niet meer van hot naar haar te zwerven, konden ze ook meer spulletjes krijgen en kwam er tijd vrij. Hè? Niet iedereen hoefde achter elke prooi aan en kwam er tijd vrij en daardoor kwam er een sociale hiërarchie. Er stonden toen die koninkrijkjes. Die sociale veranderingen hebben volgens mij in belangrijke mate ook de corticale functies uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. En ook de psychische processen en patronen die tussen de biologie en de cultuur inzitten, de noodzakelijke psychische laag, dus die is ook uitgebreid geraakt door die sociale veranderingen. Want een jager en een verzamelaar had niet de emotieregulatietechnieken nodig die wij nu in deze complexe samenleving wel nodig hebben. En die emotieregulatietechnieken die komen voort uit onze specifieke hechtingsrelatie die wij met onze ouders vanaf de geboorte aangaan. En die specifieke hechtingsrelatie is cultureel bepaald. Die is in de Kuzi-stam in Kenia anders dan in New York. En de separatie van een kind van de moeder is bij ons ook heel anders en die is behoorlijk ingrijpend en dat is allerlei andere delen van de wereld ook anders. Dan krijg je dus een andere psychologische tussenlaag, krijg je andere psychische processen. Nu, wij kunnen dus trachten mensen te begrijpen vanuit die drie optieken, een biologische optiek, een psychologische optiek en een sociaal-culturele optiek. En dan is mijn stelling dat die drie lagen, dat die drie domeinen binnen de persoon niet hiërarchisch te ordenen zijn. Het is in mijn ogen niet zo dat de biologie het primaat heeft of dat je psychische en sociaal-culturele processen kunt reduceren tot de biologie. Dat klopt niet, omgekeerd ook niet. Maar ze hebben hun eigen autonomie, hun eigen werkingsmechanismes en ze zijn het gevolg van een emergent proces, zoals de filosofen zeggen. Dus binnen de psychische sfeer heb je eigen mechanismen, eigen determinanten, daar heb je eigen wetmatigheden, eigen processen en die hebben invloed op de biologie en de cultuur en die zijn daar mede het product van en dat geldt ook voor de cultuur en dat geldt ook voor de biologie. En dat geheel, die biopsychosociale hutspot zoals humane zoogdieren zijn, daar hebben we het over. Als je dat wat betreft gezondheid en ziekte serieus neemt, dan moet je dus weten hoe het in zijn gezonde vorm er ongeveer uit zou kunnen zien. Hè. En dan zitten daar ook heel veel afwijkingen in die tot de normaliteit behoren. En daar liggen heel veel dingen die je met elkaar moet afspreken. Dus wanneer heb je hoge bloeddruk? Hè? Dus is dan de ondergrens 90 of is die 100 bij de systolische tensie? Hè? En wat betekent dat voor de bovengrens? Nu zie je dat ook in de loop der jaren steeds wisselen. Wanneer ben je diabetespatiënt? Hoef je dan maar twee keer te meten nuchter en boven de 6,5 te zitten? Dus dat zijn allemaal afspraken. En hoe stevig die zijn, dat maken we mee, omdat die heel vaak worden herzien. Dat geldt dus ook binnen de psychische sfeer, is het nog ingewikkelder. Vaak om het vast te stellen is ingewikkelder en ook om de variabiliteit in te schatten is ingewikkelder. Daar is een hoop werk nodig. Tegelijkertijd, als je uitgaat van die biopsychosociale hutspot, zou je dus kunnen zeggen, aan de poort van de gezondheidszorg in Nederland moet niet alleen een dokter zitten die getraind is op de somatiek, maar dan moet je iemand nazetten, bijzetten. In mijn ogen moet dat een psychotherapeut zijn, hè? Dus geen POH, GGZ, geen maatschappelijk werkende, ook geen GZ-psycholoog. Nee, op basis van ons onderzoek ben ik ervan overtuigd geraakt dat je daar een psychotherapeut neer moet zetten die nog een aanvullende training heeft, namelijk die in staat is om in korte consulten, want 10 minuten, we hebben consulten van een kwartier gedaan daar, snelle interventies te doen en mensen te helpen hun psychische patronen en processen wat te herstructureren en daardoor eigenlijk niet in de zorg terecht te komen. He, dus niet om zieltjes te winnen, maar juist om ze bij te sturen in een vroeg stadium. We hebben dat in een onderzoek gedaan waarin
16 ochtenden een psychotherapeut en een huisarts ongeveer van mijn leeftijd, die gewend was als solist op te treden en die dat op zijn manier al jaren deed, vond dat hij de psychische kant daar ook erg bij betrok. Nou, alle videoopnames laten zien dat dat interessant anders uitpakt en dat die psychotherapeut in staat was om in dat spreekuur korte psychologische interventies te doen, hetgeen uiteindelijk al in deze pilot resulteerde in minder medicatie voorschrijven en in minder verwijzingen naar zowel de specialistische somatische zorg als ook naar de psychische zorg. Want dat kan dus als je het aan de poort anders aanpakt. Als je dus aan de poort uitgaat van een ander mensbeeld en ervan uitgaat dat de hulpvraag van meemensen komen het product is van de biologie, van de psychische proces en ook van de sociaal-culturele proces. En die sociaal-culturele kant zouden de huisarts en de psychotherapeut dan gezamenlijk daar ook in moeten betrekken en daarin mee moeten nemen. Nu, als je nu bedenkt dat je dat in Nederland invoert, ik bedoel, het is veel meer wens dan werkelijkheid, maar als dus Nederland eruit zou bestaan dat op zichzelf de huisartsenzorg, die het in Nederland goed doet en wereldwijd ook een aardig voorbeeld is van hoe je in ieder geval de zorg kunt inrichten, als je die huisartsenzorg dus conform een adequater mensbeeld opzet en conform het feit dat een vraag om hulp en een vraag om gezondheid altijd die componenten in zich heeft, hè? Dus dan organiseer je die dus ook anders. En dan is het eerste wat je natuurlijk hoort is van dat wordt te duur. Dus dat zijn allemaal van die argumenten van mensen die vooral bezig zijn met het rendementsdenken en vooral ook met het kortetermijnsdenken en die niet echt een visie en een beleid hebben over hoe je dit op de langere termijn gaat werken. En hoe dit kan gaan helpen bij het te voorkomen dat in onze ziekenhuizen ongeveer de helft en vaak meer van de mensen daar rondloopt zonder dat ze een adequaat antwoord krijgen en zonder dat de definitie van hun hulpvraag goed geanalyseerd is binnen die drie perspectieven. En dus dan tot hele andere uitkomsten zal leiden. Jullie als GGZ-werkers maken dat in je praktijk voortdurend mee. Je maakt voortdurend mee dat daar op een hele eenzijdige, puur biomedische manier naar problemen wordt gekeken en dan in een hele dure zorg, waar heel veel, wat erg veel kost. Vanuit de verwaarlozing van andere domeinen in de persoon. En in ons denken zie je nog steeds dat er bijvoorbeeld endocrinologen zijn die zeggen van het immuunsysteem is puur biologisch. Dus dit zijn uitspraken van mensen die zo anti-wetenschappelijk zijn en zo in strijd zijn ook met allerlei modern onderzoek op dat vlak, dat ik eigenlijk dan altijd denk van als ik de baas was van die persoon zou ik hem ontslaan. Dus dan zie ik maar één oplossing. Want als je dat soort dingen zegt en denkt, dat betekent ook dat je voor je geneeskundige praktijk eigenlijk fout na fout maakt. Als mensen niet in de gaten hebben hoe psychische factoren en ook sociaal-culturele factoren inwerken op het immuunsysteem, hoe een stemmingstoornis, een onbehandelde depressie het immuunsysteem kan doen afbrokkelen en mensen daardoor dus vatbaarder worden voor hart- en vaatziektes, vatbaarder worden voor carcinomen. Dus dat weten we allemaal al heel lang uit onderzoek waarin die ingrediënten adequaat bij elkaar komen. En dan nog mankeert het in dat onderzoek door adequate inbreng van psychologen vanuit een meer complexe theorie over psychische verschijnselen. Als de hechtingstheorie bijvoorbeeld meer zou worden ingezet bij zo'n type onderzoek, dan is er nog een wereld te winnen aan kennis en inzichten in hoe die biopsychosociale hotspot functioneert en hoe de zorg daarbij ook kan aansluiten. Terug naar die basisprincipe. Dus in de eerste lijnzorg, laagdrempelig, zet je dan dus twee goed opgeleide specialisten in feite. Een huisarts is ook een specialist, een psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychotherapeut is ook specialist. En die huisarts die weet dus dan heel veel van de somatiek af, in brede zin. Hij weet van alles een beetje, dat is ook prima in de eerste lijn. We hebben even het onderzoek op een rijtje gezet naar de huisartsen wereldwijd die zich getraind hebben in psychosociale interventies, heet het dan vaak. Verkeerde woordkeuze, psychosociaal. Gaat het om psychologische interventies of sociale interventies? Dat is nogal verschillend. Een sociale interventie is goede voorlichting geven aan de asielzoekers die in Nederland terechtkomen of zorgen dat ze een baan krijgen. Psychologische interventie is heel specifiek gericht, dat weten jullie als psychotherapeuten heel goed. En het gaat over andere processen.
Nu, dan blijkt dat als je huisartsen traint, dus dat werkt niet. Hè? Dus dan kun je mee aan de gang blijven, maar dat is niet succesvol, want dat brengt zeg maar geen verbetering in die zorg. Hè? We hebben al dat onderzoek wat er is op een rijtje gezet. Dus je hebt daar een aparte persoon voor nodig die dat werk doet. En dat begrijp ik ook goed, want als je naar een patiënt zit te luisteren en je denkt vanuit het medisch model, dus ik heb dat een tijdje meegemaakt in mijn psychofarmacologieopleiding, dan moesten we een huisartsenstage lopen en dan denk je vanuit dat model. En dan moet je niet verwarren, dat moet je op dat moment niet willen verwarren met iets anders. Als je dat goed en krachtig wil doen, dan zorg je dat je daarbinnen presteert. En als er dan iemand anders is dus die goed weet, die psychotherapeut, die moet dus heel goed weten waar psychische processen over gaan. Ik verdenk veel psychologen ervan dat ze eigenlijk niet zo goed weten wat de psyche van psychologie is. En dat ze dan denken dat gaat over gedrag, terwijl gedrag natuurlijk een functie is van de context en van de persoon en heel complex in elkaar zit en wisselt over tijd. En dat ze eigenlijk niet zo goed in de gaten hebben dat psychologie uiteindelijk een abstract object heeft, waar je een theorie over moet maken, dat dat psychische processen en patronen zijn, zo kun je het bijvoorbeeld noemen. En dat daar binnen van alles gebeurt, dat dat dynamisch is, dat dat dus ook beweegt. En dat dus ook zegt dat als intelligentie een psychologisch begrip is, betekent ook dat intelligentie beweegt en verandert. En niet dat je dan denkt van dat is allemaal erfelijk bepaald, zoals in het verleden werd gedacht en intussen al lang is achterhaald, maar dan denk je dus echt over die dynamische psychische processen. En iemand die dat goed kan, dus die daarin ervaren is, dus die zit naast die huisarts en die luistert mee en die doet interventies mee. We hebben dat in dat onderzoek vaak moeten oplossen. Die huisarts was natuurlijk enorm dominant en die had zijn manier van kijken. Er kwam iemand met een bijvoorbeeld die klaagde erover dat hij iets in zijn keel had. Even later zat de huisarts met een stethoscoop naar de longen te luisteren. Wel opvallend. Maar die persoon had 4 keer het woord stress gebruikt. Want dat hij dan elke keer dat kreeg. Dus de psychotherapeut pakte dat op. Toen bleek dat het om iemand ging. Dus die in een stressvolle situatie een brok in de keel kreeg. Dus een brok in de keel als een symptoom van op dat moment niet gevoelde emotie. En in die korte consulte was het zelfs mogelijk om die persoon daarin verder te helpen. En op een wat ander spoor daarover na te laten denken. En als hij dan weer terugkomt, dan blijkt dus dat die klachten minder worden. Zo ging het ook met rugklachten bij een vrachtwagenchauffeur, etc. Dus talloze voorbeelden kun je dan zien van als die psychotherapeut in staat is om die microprocessen te zien, te observeren en erin te interveneren, werkt dat. Maar die huisarts was zo dominant, daar moesten we wat op vinden. Dus Hugo Stappers, die mede dat onderzoek heeft gedaan, die zei van ja, dan moet je met de sleutelhanger doen. Hè? Dus als de psychotherapeut aan het woord wil, pakt hij de sleutelhanger bij de huisarts weg. Want die is aan het woord, dan ligt de sleutelhanger door. Daar had de patiënt toch geen last van. En hij pakte de sleutelhanger weg. En dan werkte dat op die manier. Die huisarts pakte het natuurlijk weer terug. En dan was het mogelijk om niet de hele tijd door elkaar te praten, et cetera. Daar is dus een werkwijze voor te vinden, zeg maar, die beide disciplines recht doet. Nu, stel je organiseert het op die manier, dan verandert er al veel in de somatische zorg en dan verandert er veel in de GGZ. Wat heb je dan nog meer nodig? Hè? Behalve NMP natuurlijk. Hè? Wat heb je nog meer nodig in die zorg? Ik denk dat grote gespecialiseerde instellingen in hele grote gebouwen, dus dat die zeg maar niet zo renderen in deze tijd, dat die ook niet zo efficiënt zijn. En dat het ook moeilijk is voor de eerstelijnswerkers om daarmee te communiceren. Dus ik denk dat je dat regionaal moet organiseren en dat je dan een eerste kring hebt om de eerste lijn van huisarts en psychotherapeut heen, zeg maar, die eerste kring is, zeg maar, bestaat dan uit mensen die zeg maar, de psychische zorg wat uitgebreider doen en waar mensen in terechtkomen die niet voldoende zijn geholpen met de kleine interventies tijdens het spreekuur in die eerste lijn. Dus dan heb je daar een eerste ronde. Dat zou de generalistische basis GGZ kunnen zijn, maar laat dan dat DSM-verhaal los, maar pak daarvoor gewoon terug leidersdruk en doe dat op basis van in de toekomst een adequaat uitgewerkt verhaal over wat ziek en gezond is en wat de stoornis is. En zeg maar, beslis het op basis daarvan. Een DSM-verhaal is een oppervlakkig klassificatiesysteem wat door de verzekeraars is aangegrepen omdat ze dachten dat ze daarmee konden bezuinigen. En het is niet het totale verhaal. Het is geen psychologische diagnostiek. Het is daar hooguit een onderdeel van, het klassificatieonderdeel voor de communicatie. Maar daar zit niet de essentie vaak van de psychische problematiek en van de leidersdruk. En alleen die etiketten bieden ook weinig perspectief op de behandeling. En vaak zit dat in de lagen, in de psychische lagen daaronder, zoals jullie maar al te goed weten uit je
psychotherapeutische praktijk. Dan zijn er natuurlijk mensen in de zaal die zeggen van ja, maar we hebben rond de huisarts al de POA. De POA GGZ. En we hebben CESA-therapeuten, die nemen ook de BDI af en die hebben ook allerlei instrumenten en die doen ook van alles met mensen met in het lichaam uitgedrukte klachten. Ja, dat is allemaal wel waar, maar die huisarts is een topspecialist, academisch opgeleid met een vervolgopleiding. Daarmee neem je de somatiek serieus. Ik pleit ervoor om de psychische thematieken ook serieus te nemen en daar dus in aan die poort ook een topspecialist neer te zetten die daar ook echt wat mee kan en die dus efficiënter is, beter is en grondiger is. Dus en op de lange termijn zul je daar het rendement van meten. Dan heb je de kring eromheen van een team mensen die regionaal mensen opvangen en daar 8 tot 12 consulten mee doen. Wereldwijd zie je dat 12 consulten vaak handig zijn en vaak ook voldoende zijn voor allerlei neurotische problematiek. Daar weer omheen de gespecialiseerde GGZ, dus die is ook regionaal georganiseerd in dit model. En dat, daar is een team waarin zeg maar, de psychiater zit, waarin vaktherapeuten zitten, waarin zeg maar, psychotherapeuten zitten, waarin SPV zitten, waarin mensen zitten zeg maar, die op allerlei manieren aan een complexe behandeling kunnen bijdragen en waarin ook een goede afstemming bestaat met klinieken, met psychotherapeutische klinieken of met afdelingen van ziekenhuizen dus, of met psychiatrische centra, waarin zij gemakkelijk voor korte tijd zeg maar, kunnen doorverwijzen. En daar zit ook een crisisdienst in, dus die in crisissituaties die worden opgeroepen door de eerste lijn, zeg maar, kunnen acteren. Op zo'n manier is je communicatie onderling, omdat het kleine regionaal gebonden teams zijn, epidemiologisch ook samengesteld, afhankelijk van hoe de bevolking eruit ziet. En dan is je communicatie veel gemakkelijker. En nu zie je ook dat huisartsen die lopen altijd stuk op een groot instituut, krijgen een behandelaar niet aan de lijn, kunnen ook niet specifiek naar iemand verwijzen. En dan gaat het gewoon niet goed. En uiteindelijk komt het dan niet ten goede aan de patiënt. Dus als je het kleiner organiseert, dan denk ik dat de kansen groter is. De kansen groter zijn om het efficiënt en doelmatig te laten verlopen. En dan, wat ik dan bijvoorbeeld zelf niet meer zou willen meemaken in de gespecialiseerde zorg, is het volgende. Dat wij vanuit de generalistische basis GGZ, iemand die meer, die een team nodig heeft, doorverwijzen naar de gespecialiseerde zorg. En dat er dan een intake wordt gedaan door een van mijn masterstudenten van de universiteit. Dit wil ik gewoon niet meer meemaken. Hè? Dus hoe kan dat nou? Hè? In een gespecialiseerde sector staat de specialist aan de poort. Dus de psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychotherapeut, doet een intake. En die zorgt ervoor dat mensen niet van de ene naar de andere afdeling uiteindelijk worden gestuurd, omdat de diagnostiek inadequaat is. En die kan ook beslissingen nemen, die overziet de farmacotherapie, de psychotherapie, en die overziet alle mogelijke interventies die er denkbaar zijn. Die neemt ook de culturele en sociale perspectief daarin mee, die isoleert de patiënt niet, wordt ook al verbeterd door die regionale vormgeving. En dan maak je de zorg vele malen efficiënter. Dus dit zou als structuur van de zorg een mogelijkheid zijn om hem dus vanaf het begin van anders op te bouwen en dus ook psychische aandoeningen en ook psychische processen daarin eigenlijk veel serieuzer te nemen. En dus veel beter te bedienen en niet daarvan te zeggen van oh, dat kan de jongste bediende wat doen. Dus zoals ook in de ontwikkeling van de protocollen plaatsvindt, die protocollen, dus die zijn met goede intenties gemaakt. Alleen het gevolg is dat de verzekeraars natuurlijk zeggen van ja, dat kan de jongste bediende ook uitvoeren, dat hoeft allemaal niet zo duur meer. En dan verwar je zeg maar de protocollen die gemaakt zijn in een wetenschappelijke praxis, die verwar je met de klinische praktijk. De wetenschappelijke praktijk is er een van controle, van variabelen en van groepsgemiddelden. En daar verdwijnt het individu in de groep. En daar krijg je een trend eruit die statistisch significant is. Daarvan leer je als klinicus, dan neem je wel mee die gegevens, maar je zult het nooit één op één overnemen. Dus dat moet ik onze onderzoekspsychologen echt afraden. Dus om de klinici zeg maar te motiveren om hun protocollen daar toe te passen. De klinische praktijk is namelijk anders gestructureerd, ligt op een ander structureringsniveau. Daarin staat de uniciteit van iemand centraal als het goed is. Daarin hou je niet alle variabelen onder controle. Tegendeel juist, als je alle variabelen in de klinische praktijk onder controle houdt, dan produceer je neurose. En neurose willen we nou juist behandelen. Dus daar breek je mee. En dus dat is een praktijk die er echt anders uitziet. En in die klinische praktijk zijn ook die etiketten aan de buitenkant niet erg interessant, maar dan gaat het veel meer om de onderliggende conflicten en de onderliggende problematiek. Die mensen vaak niet in een eerste gesprek vertellen, maar wel in een tweede en een derde gesprek. En dan kom je bij thema's die in de psychische zorg eigenlijk van belang zijn.
Dat over het organiseren van de zorg. Nu nog even over ons eigen vakgebied. Claudia Bokting die is recentelijk in Utrecht benoemd en die zegt, en dat zeg ik haar na, dat de laatste 40 jaar de behandelingen eigenlijk niet effectiever zijn geworden. Dus dat is natuurlijk wel iets waar we over na moeten denken. Hè? Want 40 jaar geleden waren er nog geen cognitief gedragstherapeuten. Hè? Er waren alleen gedragstherapeuten. Hè? En psychoanalytici. Hè? En client-center-therapeuten. Hè? Waren er geen protocollen en richtlijnen. Er waren er niet die 3000 verschillende technieken die er nu zijn gemaakt binnen al die verschillende richtingen. Moeten we toch eens goed over nadenken. Wat betekent dat over ons vak? Wat zegt dat over de kern van ons vak? En als we daar langer bij stilstaan, wat zegt dat dan over een ontwikkeling zoals je die nu ziet, wat ik herhaaldelijk meemaak, dat een patiënt wordt verwezen door de huisarts en die zegt van, ja, ik stuur die patiënt door voor EMDR. Beste collega's, wat betekent dat? Ja, dus het betekent dat er, zeg maar, al die technieken hun eigen leven zijn gaan leiden, met eigen opleidingen, soms zelfs opleidingspaleizen. En die technieken bij het grote publiek onder de aandacht komen en ook bij de andere gezondheidswerkers. En die zelf gaan indiceren daarvoor. Wat niet hun vak is en wat doorgaans ook niet zo wenselijk is. En wat iets is wat wij als professionals in ieder geval zelf moeten doen. En daar niet al met een patiënt te maken moeten krijgen die zeggen van ja, maar ik wil alleen maar EMDR. En ik wil verder eigenlijk niks anders. Dus want dan vervuilen we eigenlijk de zorg. Dus kijk daarmee uit. Hè? Dus psychotherapie, noem dat psychotherapie en grendel het wat af. Maak reclame voordat je psychotherapie doet en waar dat over gaat en wat er allemaal aan technieken in zit. Dus dat is iets, dat is een bouwwerk waar je goed voor zorgt. Maar vent het niet zo uit op techniekniveau, waardoor het eigenlijk uit elkaar valt, vergruist, onduidelijk wordt waar het überhaupt nog over gaat in ons vak. Een ander punt wat ik daar nog wil aankaarten is de mindfulness. En ik weet dat ik veel op veel zere tenen ga staan, zeg maar, vanmiddag. De mindfulness, we weten allemaal waar het vandaan komt. Hè? Dus het komt uit een ontwikkeling uit het Oosten. Het heeft te maken met de meditatieve en zen-technieken die daar ontwikkeld zijn. Het is een cultuurgedragen ontwikkeling. Het is een onderdeel van de cultuur. En wat zie je dan gebeuren, helaas in mijn ogen, is dat de gezondheidswerkers en de onderzoekers en de klinici de mindfulness in de zorg trekken, op effectonderzoek gaan onderzoeken en dan zeggen van zo, dat is een onderdeel ook van zelfs, hè, dan worden ze nog onder de noemer van cognitieve gedragstherapie inderdaad getrokken soms, hè, zoals heel veel dingen daar dan onder worden getrokken. Is dit nou verstandig? Hè? Moeten we dit nou willen? Moeten we niet gewoon zeggen mindfulness is een cultureel product, is iets in een cultureel proces, is iets wat een samenleving ontwikkelt en aantrekkelijk vindt omdat die zo stressvol is? He, dus ik juich de hele ontwikkeling van de mindfulness samenlevingscultureel breed erg toe. Denk aan Theodore Millen, he, onze grote auteur op het vlak van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen. Die zegt, je hebt die drie dimensies, passief, actief, zelf, ander, plezier, pijn. Mensen in onze tijd zijn veel te veel actief, genieten van activiteit, kunnen heel slecht nog uit de voeten met passiviteit, met receptief zijn, met dingen bij je naar boven laten komen. Dan gaan ze weer stofzuigen als ze thuis op de bank gaan zitten en ze worden even rustig, begint die binnenwereld zo te spoken dat ze het vuil in de buitenwereld opzuigen en intussen natuurlijk hun eigen stofzuigerzak helemaal gevuld hebben. Dus die dynamische processen vinden plaats omdat de toegang die mensen hebben tot hun belevingswereld, tot hun intrapsychische wereld, tot hun onbewuste processen verzwakt is. Door die interessante buitenwereld. Gebeurt ook met onze jongeren die door de sociale media voortdurend op de buitenwereld worden gericht en hun binnenwereld verliezen. Dus uit het evenwicht raken, dus eerder kwetsbaar worden. Daardoor, aldus Millen. Promoot die mindfulness, zorg dat die in onze cultuur een belangrijke rol krijgt. Doe er allemaal aan mee. Geniet daarvan. Zie het als een adequate correctie op die overactiviteit. Maar trek hem niet naar de zorg en monopoliseer hem niet. En waarom zou je hem op effect onderzoeken? We weten toch allemaal dat dat werkt. Hè? We weten allemaal dat mensen daar rustig van worden. Zoals we ook weten dat ze dat van slapen worden en van hardlopen. En sommige mensen van bidden. En, hè? Dus zie dat als een cultuurproduct. En stimuleer het. En help eventueel organiseren dat het op zoveel mogelijk plekken gebeurt, zonder dat je het onderzoekt, zonder dat er een verwijzing van nodig is, dat mensen dat gewoon zelf regelen en dat ze dat ook zelf betalen, eventueel laten ze het hun baas betalen. Dat maakt dan verder niet uit, maar zie het als een cultuurproduct. Hè? We hadden straks over het GGZ-discours, daar hoort dus niet alles in. Hè? Nog iets.
wat daar niet zo in hoort. En nou sta ik weer op andere tenen. Pijnlijke tenen misschien. E-mental health. Hè? Onze verzekeraars die willen van ons dat we allemaal lid worden van een clubje, wat in de marktwerking en zorg ertoe heeft geleid dat er allerlei bureautjes zijn en die hun geld verdienen met te zorgen dat die hulpverleners zich bij hun aansluiten en daar een pakket afnemen. En die pakketten moeten het zogenaamd goedkoper maken. Nou, mijn voorspelling voor de toekomst, maak het duurder. Hè? Dus dat is altijd als er wat bij komt, zie je ook in de geneeskunde, als er nieuwe onderzoekstechnieken bij komen, wordt het duurder, want de oude die gaan namelijk niet weg. Die worden daardoor nooit helemaal vervangen. Maar die e-mental health, ik maak collega's mee die doen, die zijn druk bezig, zenuwachtig bezig met het doen naar onderzoek naar de effectiviteit van al de e-mental health strategieën, pakketten en producten. Mijn advies voor de toekomst, hou hem op. Doe niet zo neurotisch, laat los. Die e-mental health, al de apps die daar geproduceerd worden, alle technieken, die komen straks vooral van Google vandaan en van Microsoft vandaan. En die spoelen ze over de hele wereld uit. Dat gebeurt. Laat het gebeuren. Daar zijn wij, van die cultuur zijn we zelf onderdeel van. We hebben ook die smart watch. En we kunnen ook onze eigen dingen meten. Straks lopen de keuken in. En dan zijn al de metingen die nodig zijn, zijn al gedaan als je de deur van naar de keuken toe passeert. Dat is een onderdeel ook van onze cultuur. En dat is de technologie. Produceert dat aspect van onze cultuur, dat kun je helemaal niet tegenhouden. Daar moet je helemaal geen controle over willen hebben. Dat is een soort neurotisch proberen ergens grip op te krijgen, laten lopen. Ga dat ook niet allemaal onderzoeken. Maar, en ga dat ook niet allemaal overnemen in zorg. Zeg tegen die zorgverzekeraars, joh, dat is ons werk helemaal niet. Dat is iets wat samenlevingsbreed gebeurt. En natuurlijk integreren wij in onze behandelingen ook het internet in brede zin en maken gebruik van dingen die daar zinvol zijn. Maar ons werk in de GGZ van de toekomst blijft in mijn ogen, en daar zal niet iedereen mee eens zijn, maar ik werp het op als een stelling, dat je als persoon, als hulpverlener, als professional contact maakt met die andere persoon, die andere unieke mens, dat humaan zoogdier, en dat je in dat contact je hulp bewerkstelligt. En daar ligt onze specifieke essentie. En die behoefte zal er bij mensen altijd zijn. Om dat op te zoeken en daarbinnen in die behandelingsrelatie, die het fundament is voor elke psychologische beïnvloeding, die hechtingsrelatie, een heruitgave van je vroegkindelijke gehechtheid die plaatsvindt in het hier en nu contact, dat is altijd de basis waarvanuit wij zullen blijven werken. En daarbinnen gebruiken we allerlei technieken en methoden, maar de basis is datgene waar we namelijk goed in zijn, namelijk die interpersoonlijke relatie zodanig te hanteren dat daarmee de gezondheid van de persoon die voor ons zit wordt bevorderd. Daarvoor worden wij betaald. Dat zullen we altijd blijven doen. En die mensen in onze cultuur, die zullen zich zeg maar van ons en van allerlei andere ontwikkelingen ook door hun individualisering niet zo heel veel gelegen laten liggen en ze zoeken hun eigen richting. Dus en mensen zullen in de toekomst toenemend zeg maar, via het internet bij allerlei plekken terechtkomen. Niet per se bij hun in de buurt. En ook niet per se bij de verwijsrelaties van een huisarts en van een psychotherapeut. En ook niet per se bij ENMP. Maar mensen zoeken op hun eigen manier, zeg maar, in die wereld, zoeken ze vaak meer op buikgevoel, een persoon, zeg maar, bij wie ze dan een tijdje aankloppen voor hulp. Ook dat is breed, hè. Ook daar barst het van de coaches, van de mediators, van de therapeuten. Het woord therapeut zou ik dus voor ENMP dus willen afraden. Want een therapeut kan van alles zijn, op allerlei vlakken. Psychotherapeut is een beschermd beroep, dat is iets anders. Laten we ons daarop focussen. Laten wij de psychotherapie nauwkeuriger definiëren. Relatief losmaken van de cultuur. Relatief los laten zijn van de biologie. En psychotherapeutische interventies verder ontwikkelen die binnen dat kader geplaatst worden. Daarbinnen ook onderzocht worden. Maar die zeg maar altijd beginnen en eindigen met het persoonlijke contact. Met een hechtingsrelatie en met het daarbinnen iemand beïnvloeden. Dus ik denk dat wij dat centraal moeten stellen en dat we ook naar het grote publiek toe daar best reclame voor kunnen maken. Dus ik wacht nog steeds op die sterspotjes van die gaan onder de noemer van psychotherapie. Dat mensen daar vertellen van ik heb geprofiteerd van psychotherapie. Dus dat heeft mij verder geholpen. Kortom, zeg maar ter afsluiting van vanmiddag nogmaals, jammer dat ik niet live bij kon zijn, maar ik hoop dat ik op een of andere manier jullie met wat ik nu heb verteld wel
heb geraakt, een beetje. Misschien hier en daar een beetje geïrriteerd. Misschien ook een beetje aan het denken gezet. En laten we in een gemeenschappelijke discussie, nu en in de toekomst, doorgaan met die GGZ toenemend kwalitatief te verbeteren. Ik dank jullie wel voor de aandacht.